We kennen in Helmond het titel Jeugdburgemeester. Seizoen is bijna over. Mag ik zeggen seizoen eigenlijk, burgemeester Blanken? Nou, we hebben al jaren een Jeugdburgemeester. We hebben nu Noel als Jeugdburgemeester en uh, het wordt tijd. Uh, zeg maar, die heeft het uh, iets langer gedaan dan twee jaar. Want normaal ben je voor twee jaar Jeugdburgemeester en we gaan nu een nieuwe wervingscampagne hebben van om Jeugdburgemeester van Helmond te worden. Wat moet je dan namelijk doen? In ieder geval, je moet het leuk vinden. Je moet eigenlijk het verschil willen maken voor alle jongeren in Helmond. Want dat kun je als je jeugdburgemeester bent. En je moet zorgen dat je ja, ook af en toe met mij samen de stad vertegenwoordigt. Hoe oud moet je dan zijn om jeugdburgemeester te worden? We gaan naar de middelbare scholen om te vragen. Dus een middelbare schoolleeftijd dus tussen de 12 en de 16 jaar, 17 jaar. Dan is het een mooie leeftijd om deze ervaring als jeugdburgemeester te kunnen doen in Helmond. Nou, wel, jij bent de afgelopen twee jaar dus de jeugdburgemeester geweest. Vertel eens, wat is dat voor een ervaring? Een hele bijzondere ervaring. Je leert ontzettend veel. Je gaat uh, kennis maken met de jongeren uit de stad. Dus dat maakt uh, je taak heel erg interessant en leuk. Ja. Wat was voor jou de reden om te solliciteren toen de tijd? Uh, ik was actief in de jeugdgemeenteraad toen de tijd. En uh, nou, om, om nog meer een steentje bij te gaan dragen samen met andere jongeren, heb ik gekozen om jeugdburgemeester te worden. Om uh, juist te gaan leren, inderdaad. En hoe werd erop gereageerd? Uh, ja, bijzonder positief. Uh, ja, je gaat toch uh, meer op de voorgrond staan. En uh, dat is ook wel uh, een, een leuke uitdaging, leerzame uitdaging. Dus uh, ja, positieve reacties. Heb je dan ook voor het zeggen in Helmond als je jeugdburgemeester bent? Nou, niet voor het zeggen. Je werkt altijd samen met uh, de burgemeester, maar ook met de wethouders en mensen die uh, dichtbij staan. Hè? De gemeenteraad en dergelijke, maar vooral de jongeren. Hoe ga jij dan. Wat mag je dan zeggen dat je in die twee jaar een beetje ambassadeur bent geweest van Helmond voor de Jeugd? Uh, ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ja zeker. Wel nou, je dan zo meteen niet in een zwart gat? Nou, niet in een zwart gat. Uh, ik denk dat je eerder uh, ja, heel veel jongeren tegenover je krijgt. Die hebben allemaal wensen. En uh, aan jou is het taak om dat te gaan te vertalen. Samen met de jongeren ook hè, om dat juist te gaan vertalen. Ja. Wanneer loopt het voor jou op? Uh, ja, binnenkort. Binnenkort. Ja. Zo snel mogelijk. In als... positieve zin dan, ja, hè? Want er als, als er natuurlijk... een opvolger is. Er komt natuurlijk een opvolger ja. en uh, die gun ik het van harte, ja. Zou het niet leuk zijn, mevrouw Blanksma, als die opvolger een dame werd? Maakt niet uit, hè. Het is uh, gewoon ma man of vrouw. Uh, dat, is, uh, dat is helemaal niet belangrijk. Het is belangrijk dat je het leuk vindt. En ik kan zeggen dat Noël het fantastisch uh, heeft gedaan. Uh, en vooral, zeg maar, het, uh, het enthousiasme. Uh, we gaan ook een jeugdparlement in 2023-2024 uh, organiseren. En uh, daar is ook een geldbedrag voor beschikbaar. De, dat jeugdparlement gaat over ongeveer zo'n 20.000 euro om te kijken hoe wij een aantal dingen voor de jongeren beter, gezelliger, leuker. Maar vooral wat vanuit de jongeren zelf uh, geïnitieerd wordt om dat te kunnen faciliteren. En daar gaat de jeugdburgemeester over, daar gaat het jeugdparlement over. En net als de, de gewone burgemeester, we doen het nooit alleen.